Het bos van Arenberg, de meest mythische kasseistrook van Parijs-Roubaix. Vaak legt het bos de koers in een definitieve plooi. Het is dit jaar niet anders. Voilà, de wereldkampioen gewoon op kop. Zelf. Bonen als eerste op de strook en nu doorjassen. En we zagen er een stuk of 12 en dan een klein, heel klein breukje. Een paar vroege vluchters worden voorbij gevlogen. Niet alleen Bonen, ook de Zwitser Cancellara maakt indruk. Dit is Fabian Cancellara. Die zijn fiets voor Parijs-Roubaix al testen in Gent-Wevelgem. Maar Cancellara met stijl sterk. Ja, toch wel eens even testen en vooral laten zien, zo liggen de krachtenverhoudingen. Het peloton breekt alle favorieten, zitten in de kopgroep alleen. Van de sterke Quickstep-ploeg blijft vooraan niemand over, behalve Bonen. En wie zit er dan wel vooraan? Vier Belgen, Bonen, Hoste en de ploegmaats van Petegem en Steegmans. Ook erbij de Amerikaan Hinkepie, ploegmaat van Hoste. De Zwitser Cancellara, de Spanjaard Fletcha, de Italiaan Ballan, de Oostenrijker Eisel en de Duitser Wezeman. En dan een opmerkelijk beeld. De hele Quickstep-ploeg rijdt op kop van de achtervolgende groep. Hun kopman Bonen zit helemaal alleen vooraan. En ploegmaats zijn heel belangrijk, zeker in Parijs-Roubaix. Je rijdt er vaak lek en dan is een wiel van een ploegmaat handig. Maar de ploegentijdrit van Quickstep is een maat voor niks. 17 koplopers zijn te sterk. Het tijdsverschil gaat de hoogte in. Bonen zelf maakt zich hierover blijkbaar weinig zorgen. Hij rijdt rustig rond met zijn handen bovenop het stuur. En kijk dan naar de achterkant van de kopgroep. Oh, wat doet hij nu? Dat is Hinkepie. Mr. No Change. Het is niet te geloven, het is niet te geloven. Je kan het wel geloven als je naar de herhaling kijkt en ziet wat er gebeurt. Het stuur van Hinkepie breekt gewoon af. De nummer 2 van vorig jaar zit wenend op de grond. Ook dit is Parijs-Roubaix. Cancellara en Bonen versnellen intussen vooraan. Iets te snel zelfs, in de bocht moet hun voet uit de pedaal. Acht renners blijven er zo over. De Belgen Bonen van Petegem en Hoste. Ook Cancellara, Fletcha, Eisel, Ballan en Gousseff zijn erbij. En de kasseien zijn gevaarlijk. Gousseff maait Ballan neer. Het oogt spectaculair, maar Ballan en Gousseff bijten op de tanden en komen terug. En met nog 5 kasseistroken en een kleine 20 kilometer te gaan, versnelt Cancellara. Opletten, hier is de sprong van Cancellara. Niet te lang aarzelen. Als er één is die je niet mag laten rijden, dan is het deze Fabian Cancellara. En het gaat hard, heel hard. Cancellara vliegt over de kasseien. Hoste reageert nog bij de achtervolgers. Van Petegem kan zijn wagonnetje aanpikken, maar wereldkampioen Tom Bonen moet passen. De voorsprong van Cancellara groeit, de wedstrijd lijkt gereden, maar plots toch nog opschudding. De eerste achtervolgende groep met Hoste van Petegem en Gousseff staat voor een gesloten overweg. En ze staan voor de overweg. Het is niet waar. Ook dat nog. Kom dat tegen. Maar ze glippen erdoor en daarvoor word je normaal uit koers genomen. Dit wordt nog een kluif en zij moeten stoppen. Maar jongens toch. Ze zijn te vroeg. Ze zijn gewoon te vroeg. Ze hebben het erop gereden. Dit is toch wel echt belachelijk. Dit is een schande. Cancellara krijgt kippenvel wanneer hij de velodroom van Roubaix binnenrijdt. Hij kan het nauwelijks geloven, maar het is wel zo. Het Zwitserse toptalent wint de 104e Parijs-Roubaix. Onze landgenoot Lijf Hoste wint even later de spurt voor de tweede plaats voor Van Petegem en Gousseff. Maar dat van die overweg hadden ze nooit mogen doen. Het drietal wordt gedisqualificeerd. Bonen wint makkelijk de spurt voor de vijfde plaats, maar door de disqualificatie wordt hij uiteindelijk tweede. Eén man zal het allemaal worst wezen, en dat is winnaar Cancellara.